Geert Hamminck, de wedstrijd tegen Oldenburg. Wat is het verhaal wat jij hebt bij die wedstrijd? Nou, eigenlijk, oké, het is raar om te zeggen na een verloren wedstrijd. Maar ik heb heel veel positieve dingen gezien. En laat ik beginnen met de belangrijkste. We hebben de tendency gehad in voorgaande wedstrijden om niet de hele 40 minuten met hoge intensiteit en vechtlust te spelen. Maar dat was vandaag goed verzorgd. We hebben gevochten, iedereen, alle vijf, de hele 40 minuten, dus 200 minuten, heeft iedereen gevochten en met hoge intensiteit gespeeld. Hebben we clean gespeeld? Hebben we de juiste beslissingen altijd gemaakt? Nee. Maar daar kun je makkelijker mee leven als er ook hard en met hoge intensiteit gespeeld wordt. En dat was vandaag zeker het geval. Ik vond het heel knap hoe dat jullie in die wedstrijd bleven hangen. Want ik had regelmatig het gevoel van nu gaat Oldenburg doorduwen en iedere keer kwamen jullie toch weer terug. Kijk, Oldenburg staat vierde, wij staan 17e, dat is een groot gat. Plus we spelen uit. Je hebt hier die ambiance gezien, dat is allemaal niet zo makkelijk. Mooie hal, misschien wel perfecte basketbalhal hier. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Dus nogmaals, we gaan natuurlijk ook nu een break in. We zijn niet meer in de Pokal en de beker, de Duitse beker. Daarna is het FIBA-window, dus we hebben 2,5 week niks. Is het, en nogmaals, het klinkt raar, maar na een verloren wedstrijd, goed dat we de laatste wedstrijd voor zo'n break positiviteit kunnen halen uit wat we gedaan hebben. En dat bericht, die message, heb ik ook proberen over te brengen in de kleedkamer net. Je had het gevoel dat Oldenburg twee keer, drie keer door kon drukken, was inderdaad het geval. Maar juist op die momenten hebben we, denk ik, goed verdedigd. Ja. Uit die verdediging aanvallend in fast break goede dingen gedaan. En als die fast break er niet was, hebben we spelletjes gespeeld die onze spelers met de kwaliteiten in posities brachten om ook hoge percentage schoten te nemen. En die vielen dan ook gelukkig. Dus we bleven altijd dichtbij. Ik geloof op een gegeven moment was het nog 3 in het laat derde kwart of begin vierde kwart. 2-3 punten verschil en dan kan het beide kanten op. En dan hadden we eigenlijk een ongelukkige 2 minuten. Zo zeg 4-5 minuten voor het einde. Ongelukkige 2 minuten waar de 50-50 balls allemaal niet onze kant op gingen. En daar werd eigenlijk de wedstrijd beslist. Daarna hebben we ook nog gevochten. Aan het einde moesten we hoge risico beslissingen nemen. Die vielen onze richting ook niet op. En dan verlies je zo'n wedstrijd. De 17 uit bij nummer 4 verliezen is niet zo erg. In onze situatie is dat wel erg. Dan heb ik dat liever gewonnen. Maar nogmaals, de positieve dingen uithalen is op dit moment belangrijk. Maar is het raar om te zeggen dat jullie toch nog iets tekort komen? Nee, natuurlijk is het niet raar. Als je verliest met... Hoeveel hebben we verloren? Kijk nog even acht met punten. De 8. Dan kom je 8 punten tekort. Maar ook over het hele seizoen bedoel ik? Natuurlijk komen we tekort. Meerdere aspecten in het basketbalspel komen we tekort. Fysiek, in de vorm waar ik net naartoe wilde. We hebben ongelooflijk veel ongeluk gehad dit seizoen met blessureleed. Nooit gezien eigenlijk. We zijn 6 maanden onderweg en we hebben continu iedere dag van die 6 maanden. En dat klinkt als een excuus, daarom wil ik daar helemaal niet naartoe eigenlijk. Maar oké, het klinkt misschien als een excuus, maar is het ook een feit. In die 6 maanden, dat is 6 keer, zeg 30 dagen, 180 dagen. Nooit minder dan 4 blessures gehad. Ergens tussen 4 tot 7 man geblesseerd gehad. Dat is dan heel vervelend tijdens wedstrijddagen, wat iedereen ziet. Het is veel vervelender gedurende de week als je niet kunt trainen. Dat is lastig. Snap ik. Dus we komen fysiek tekort, maar niet in de vorm en wijze dat jij dacht. Of ook misschien waarin jij dacht, maar niet, denk ik, waar de vraag naartoe leunde. Maar gewoon in het aantal bodies dat we hebben op de training. Dat is ook fysiek. Wij zijn geforceerd smallball gaan spelen, anderhalve maand geleden. Moesten we. Ja, 1,5-2 maanden geleden. En dat was een verrassingseffect. Hebben we van de nummer 4 en 5 gewonnen. Van Göttingen gewonnen en van Ludwigsburg gewonnen. Daarna is iedereen weet wel dat wij smallball spelen. Hebben zich daarop ingesteld. En nu wordt het gewoon lastig. Dus we komen ook fysiek. Wat jij bedoelde tekort. Zit er nog versterking aan te komen? We hebben nog 2. Kijk, ik weet niet exact hoe het in Nederland werkt. Want we hadden dat eigenlijk nooit nodig. Met wij bedoel ik Leiden en Dordrecht. Maar hier is een licentiesysteem en je hebt er een beperkt aantal. We hebben nog 2 licenties over. Je mag er dan nog eentje voor het einde van februari nemen. Maar als je dat niet doet, dan valt na 28 februari heb je er nog 1. Dus we zouden nog 2 spelers kunnen halen. Maar als jij fysiek achterstand aankaart, zoek een groting zijn gewoon. Zijn niet beschikbaar. Dus zijn we al een tijdje naar op zoek.
En die moeten beter zijn, natuurlijk een stuk beter zijn dan dat we al hebben, anders heeft het helemaal geen zin. En dat is gewoon een markt die crunched is. Veel vraag, weinig aanbod. Het soort basketbal wat jullie spelen. Natuurlijk, ik heb jou bij Dordrecht bezig gezien, ik heb jou bij Leiden bezig gezien. Het is hetzelfde principe eigenlijk. Ja. Iets van dezelfde filosofie ook. Natuurlijk zijn de tegenstanders iets beter. En dan filosofie uitvoeren tegen Peter als tegenstander komt filosofie misschien niet altijd uit. En vlammen tegen weet ik het, andere teams vorig jaar was... Oké, we vlamden ook in de Europe Cup natuurlijk. En dat waren ook Duitse teams. Maar ik denk dat wij op papier, het begin van het seizoen, een soortgelijk team hadden. Als de afgelopen jaren in Leiden. Alleen ja, blessure leed, dan is het lastig. Ja, want ik had verwacht, jij gaat met Haam spelen in de rol zoals je Midcard in Leiden gebruikte. Dus veel van de top spelen, dat soort, heel weinig. Veel van de wat spelen? Van hoog op de top spelen. Maar die was natuurlijk een heel groot deel van het begin van het seizoen uitgeschakeld. Ja, dankzij het Nederlands team, daar gaat hij morgen weer naartoe. Nee, natuurlijk moet hij voor het Nederlands team spelen. Iedereen met een... Met een Nederlands paspoort en een oranje hart en wil met een leeuw op zijn shirt spelen. Dat moet hij ook doen. Daar ben ik ook helemaal voor, wat in alle tijden. Maar dat neemt niet weg dat het ongelukkig was natuurlijk. Voor hem vooral. Maar ook voor het team. Dat hij de eerste tweeënhalve maand niet beschikbaar was in het voorseizoen. En het begin van het lopende seizoen. Was dat wel een beetje het idee om hem in die rol te laten spelen? Of zie je dat? Matt is geen Midcard. Midcard is geen Matt. Ze zijn hele andere kwaliteiten. Dus die rol kun je niet één op één spiegelen. Maar ben je wel heel tevreden over hoe jullie spelen in het algemeen? Laat ik zo zeggen. Ik denk dat we in algemene zin dat het aantal mannen dat we hebben op de trainingen. Dat kan er soms 11 zijn, soms 8. Eigenlijk op papier 14, maar dat hebben we nooit. Dat die mannen, zodra als ze kunnen trainen, dat ze hele goede instellingen hebben. We werken hard. De Duitsers zijn... iets wat Duits, werken hard. Amerikaans zijn goede mannen. En willen graag. Dus dat is een plezier om mee te werken iedere dag weer. Was het in Leiden ook. Wat dat betreft heb ik een mooie baan. Welke onderdelen van het spel zie je noodzakelijk en mogelijke vooruitgang? Noodzakelijk is rebound. Ik bedoel, we worden iedere wedstrijd out-rebounded. Ik weet niet, ik heb nog niet gekeken, maar het zal vandaag ook weer flink het geval zijn. En dat is toch, dat is iedere keer ergens tussen de 8 en 12 balbezitten die we minder hebben. Als je dan met 8 verliest, is dat een makkelijke optelsom. Je hebt Einaris de Butes meegenomen uit Leiden. Mm-hmm. Hoe doet hij het? Ja, ik ken Einaris, ben een groot fan van hem, anders had ik hem niet meegenomen. Hij was natuurlijk heel belangrijk in ons succes in Leiden. Was en is hij hier ook. En daar komt gelijk een maar. In Nederlandse taal, als je iets zegt en daarna volgt met een maar, streept dat wat je daarvoor zei eigenlijk weg. Maar zo bedoel ik het niet. Hij is ook geblesseerd geweest, 2,5 maand. Knieband gescheurd. Na 2,5 maand terug. Dit was zijn, hij heeft er 3 wedstrijden of 4 wedstrijden gespeeld. Ritme zoekende. Na 2,5 maand heb je eigenlijk hele nieuwe voorbereiding nodig. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dus hij in de trainingen, die ook al lastig zijn, vanwege tekort aan spelers, kunnen we niet echt wedstrijdniveau nabootsen. Hij werkt zich kapot en ik denk dat vandaag zijn beste wedstrijd was, na zijn blessure. Ja, want vorig jaar vloog hij er eigenlijk altijd in. En nu vond ik hem af en toe wat aarzelend spelen. Kan je dat ook wijten aan die blessure? Ik denk dat je dat ook kunt wijden aan de tegenstander. Oké. Nou, dan met Harms. Hoe gaat het daarmee? Ja, goed. Hè? Ik bedoel, jij zei net al dat je hem vergeleek vanwege het systeem in dezelfde positie met Ashburn en Midcard afgelopen jaar. Het is niet dezelfde speler, het is heel anders. Het is verticaler in de verdediging, meer een sharp blocker. Niet een post-up guy zoals Midcard misschien was. Een perfecte professional, werkt zich iedere minuut in iedere training, in iedere wedstrijd helemaal kapot. Fantastische instelling. En met die instelling kun je iedere week, iedere dag en daardoor iedere week en iedere maand en ieder jaar verbeteren. Oké, nou dan nog iets voor de Leidse fans. Okay. Kijk bij nog een beetje in de gelegenheid om Leiden te volgen? Ja, natuurlijk volg ik dat. Ik zie al uit naar
naar de bekerfinale. Ik wens iedereen in Leids uniform succes. Doug succes natuurlijk, assistentcoaches, maar ook het bestuur en de blauwe brigade. Ik hoor dat ze en masse daar naartoe gaan rijden naar Zwolle. En het zou mooi zijn, dan heb je in principe alle prijzen gehaald in 3 jaar. Kampioenschap, Be Next en de beker. En dat is de trifecta eigenlijk uitgesmeerd over 3 jaar dan. En dan kun je bijna spreken van een dynasty. Ja, we moeten nog op een super ik lach. Ik lach bij het zeggen van dat, omdat ik dat in grapvorm eigenlijk Marcel van Burg had getypt. Maar goed, je hebt daar toch de grootste titels al gebracht. En de eerste Be Next titel. Dat is natuurlijk ook iets wat voor eeuwig in de boeken gaat. Hoe kijk je terug op die tijd? Nee, Leidendheid was fantastisch. Niet alleen de successen, maar ook de jongens waarmee ik mocht werken. En laten we niet vergeten de fans. Als het bestuur vol zit, dan is het fantastisch. En nog dieper weggaande van het basketbalveld, in Leiden wonen, was ook fantastisch.